Welkom bij onze basiscursus wetenschap. Vandaag de vraag, de Mount Everest is 8850 meter hoog. Hoe hebben ze dat eigenlijk gemeten? Wat hebben we daarvoor nodig? Een stok, een meter, een stukje tape, papier, een pen of gewoon een rekenmachine. En natuurlijk een proefpersoon, ik kan het niet bij eentje, dus dat moeten we samen doen. En dat doen we om de vraag te beantwoorden. De Mount Everest is 8850 meter hoog. Maar hoe hebben ze dat eigenlijk gemeten? Gaat dat A met een thermometer, B met een kilometer of C met een positiemeter, ofwel een GPS-ontvanger? Nou, wat denk je? Leuke vraag. Ja. Nou, je kan het natuurlijk met een thermometer doen, dat zou kunnen. Echt waar? Ja, dat zou kunnen. Boven is het namelijk, dan ga jij boven staan, ga ik beneden staan. Op de Mount Everest? Op de Mount Everest. Boven is het namelijk kouder dan beneden. Maar ja, dan is het heel nauwkeurig. Dan weet je per 100 meter weet je dat het ongeveer zo is. Het zou alleen maar kunnen als we tegelijkertijd een temperatuur ja, en ook als je precies weet hoeveel kouder het wordt, als je hoger gaat, maar dat weet je allemaal niet. Dus ik geloof niet dat ze het hiermee hebben Dat hebben ze het zeker niet mee. Nou, met een kilometer ook niet, want je meet het in kilometers. Niet met een kilometer, maar je meet het in kilometers of in meters. Je hebt geen kilometer. Nee, je hebt geen kilometer om te meten. En dat, zo kan je het ook niet meten. En hoe ga je dat dan meten? Nee, dat doen ze op een hele andere manier. En dat kan als volgt. Daarheen neem je de stok. Zet de stok eens even naast je neus. Kijk, dit gaan we doen. We gaan het met een stok meten. Ja. Stel je voor... Die stok is nooit hoog genoeg, toch? Nee, die stok is niet hoog genoeg, maar die heeft wel een vaste maat, die stok. Ja. Die kan je meten, die stok. Toch? Hier ga jij staan met een stok. Ik ga op de grond liggen. Dus ik ben dat. Jij bent dat? Ik ben dat. Ik ga hier gewoon ergens op de grond liggen. Ik ga even kijken. En ik ga zo op de grond liggen dat ik vanuit mijn positie op de grond ga, zeg ik tegen jou, ga eens een stukje lopen. Stop. Ik kijk dus langs het punt van die stok bijvoorbeeld, langs die stok, naar het punt van het dak. Okay. En dan kijk ik het hoogste punt van het dak. Nou, nu heb ik weet de lengte van deze stok. Die heb ik al gemeten van tevoren. Okay. Ik weet ook wat de lengte is van daar, want dat kan ik nu meten, van mijn ogen tot aan die stok. Ja. Nou heb ik eigenlijk, krijg je dan een soort driehoek. Waarbij ik weet wat de lengte is van de onderkant van die driehoek en de lengte, de hoogte van die driehoek. Okay. Nou, is de volgende stap. Snap je het? Ja, nou ja, dat je dus, het belangrijk is dat je die lengte weet. Ja, deze, vanaf de ogen tot de stok. En dan deze lengte. Ja, en die lengte weet. Is wat je dan gaat doen. Dan ga je meten vanaf hier tot aan het punt, zo, van recht naar beneden. Wat je, van het hoogste van punt. Het hoogste punt. Okay. Dat ga je precies meten. Wat krijg je dan? Krijg je de volgende stap eigenlijk. Dan krijg je een hele grote driehoek. Kijk, dan krijg je deze driehoek. Dat is je zichtlijn. Dat was deze lijn. Ja. Dat is een hele grote driehoek. Maar de verhouding van die driehoek is hetzelfde. Blijft hetzelfde. Oké, als je dan deze weet, dan weet je ook uiteindelijk die. Ja. En dit de hoogte ja. Is. En wat je nu gaat kijken, dan ga je kijken van hoe vaak past dat driehoekje nou in die grote driehoek? Nou, dat is 1, 2, 3, 4, 5. Want je gaat dan van die tot daar meten. Dat is 5 keer. En aangezien die verhouding van die driehoek precies hetzelfde blijft, weet je ook dat die 5 keer zo hoog de hoogte van die stok is. En met zo'n stokje kan je dan ook de hoogte van een berg meten? Ja, met zo'n stokje kan je de hoogte van een berg meten, of van een boom of van een flatgebouw. Dat kan. Een berg is wat lastig, maar met een boom en een flatgebouw gaat het zeker. En met een boom gaan we hier proberen. Dan gaan we jou met een stok neerzetten. Ik ga op de grond liggen. Oké, meteen maar doen, maar ja, meteen doen. Daar staat de boom, daar staat Ilse met de stok. En ik ga proberen met de stok en met Ilse samen de hoogte van die boom te meten. Oké, Ilse, die stok is veel te lang. Oh. Dus volgens mij moet je hem een stukje afzagen of een tapeje eromheen doen. Want ja, dan doe ik maar een tapeje. Hij is nu veel te lang, echt. Is makkelijker. Ja. En zal ik hem gewoon... 1,50 meter doen? Op de lengte van dat ding, ja, dat is wel zo handig. Het rekent ook lekker makkelijk. Rekent ook lekker makkelijk. 1,50 meter. Die kant op. Hop. Ja, dat is bijna goed. Klein stukje naar achteren, heel klein stukje. Hop. Klein beetje die kant op. Klein beetje. Hop. Terug. Ja, ietsje. Klein beetje die kant op. Kijken of het precies klopt.
Ja, volgens mij is het goed. Ik zie de boom en het tapeje precies in elkaar verlengd. Het topje van de boom en het tapeje. Zo, dat is 1. Ja. Onthoud je dat? 1, ik onthoud het. Tot mijn oog. Dat is ongeveer 2. Zo. En nu moeten we dan die afstand tot de... Tot de boom meten, ja. Van mijn oog. Ja. Oh, tot de boom. Wat had je dan? 2,5 meter. Dit is vanaf de stok is... 9. Ja? Wacht even, dan schrijf ik het even opschrijven. Schrijf ik het even op. 16 kunnen meter. Kunnen we zo meteen gaan rekenen? Ja. 16 meter in totaal. Dit kleine stukje dat voor mijn ogen tot de stok was 4 meter. 16 en 4. En de stokhoogte was 1,50 meter. We gaan even rekenen. Kom. Ja, wacht. De totale lengte van mij naar de boom was 16 meter. Ja. 16 meter. Het stukje van mij naar jou was, naar jouw stok was 4. Dus 16 gaat er 4 keer in. 16 gedeeld door 4 is 4. Dus dat stukje ging er 4 keer in. Nou, dit stukje ging 1, 2, 3, 4 keer in. Dat betekent dat hij ook 4 keer de hoogte van die stok moet zijn. En dat was 1,50. Ja. Dus mag jij uitrekenen? 6. 6, heel goed. De boom is 6 meter hoog. De boom is 6 meter hoog. Nou, dat weten we dan. Zo kan je dat dus meten. Maar dit stond niet bij de antwoorden. Nee, dit stond ook niet bij de antwoorden. Nou, vroeger deden ze dat wel met driehoeksmetingen. Dit soort driehoeksmetingen meten ze die wel tegenwoordig. Doen ze dat sinds 1999 met GPS-ontvangers. Eigenlijk ook een soort elektronische driehoeksmeting, maar dan met satellieten. Daarbij hebben ze dat gemeten in 1999. De hoogte bleek van de Mount Everest 8849 meter en 97 centimeter en nog een paar millimeter, zoiets. Zo, dat is precies. Ja, dat was behoorlijk precies. Sinds 1999 weten we dat. Mocht je zelf zo'n meting willen gaan doen, Thijs, dan kun je kijken op proefjes.nl. En wat ga jij volgende week doen? Volgende week, als het regent en de zon schijnt tegelijkertijd, dan krijg je een regenboog. De vraag is, hoe ontstaan die kleuren? Maar wat ik me nu afvraag, is die boom echt 6 meter? We gaan het meten. Oké. Was je wel op voor de lampen? Kan het? 6 meter en... Nou, 7. 6 meter 7. 6 meter 7. Ja, met die maatjes eruit. Vind ik niet slecht.